Ricardo Kip, afgelopen vrijdag je eerste minuten gemaakt voor Cambuur. Hoe was dat? Ja, heerlijk. Sowieso is het weer lekker om gewoon in de basis te starten en weer te spelen. Dat was natuurlijk weer een tijdje geleden dat dat gebeurd was. Maar ja, heerlijk om debuut voor deze club te hebben mogen gemaakt. Was je tevreden over je eigen spel? Nou, ik speelde gewoon een oké pot. Het was niet, fantastisch, maar gewoon oké. En de positie waar je op speelde, is dat voor jou ook even wennen of heb je dat vaker gespeeld? Nee, dat is nieuw, maar ik kan natuurlijk, ik speel niet als een echte linksbuiten. Ik speel natuurlijk gewoon een beetje zwervend daar, net gewoon een nummer 10. Alleen zijn we dan natuurlijk twee nummer 10's, dus we moeten een beetje op elkaar letten. Maar ja, ik mag gewoon zwerven aan die kant, dus ja, dat ligt me wel. Ja, prima overwinning uiteindelijk, met hele mooie doelpunten. Ik denk dat het wel een lekkere binnenkomer is bij zo'n club. Ja, zeker. Winnen is natuurlijk altijd lekker. En als je dan ook gelijk je eerste wedstrijd wint, dat is fantastisch. Nu vrijdag tegen Fortuna Sittard. Hoe sta je er zelf voor? Want je bent redelijk op tijd gewisseld. Was dat bewust dat je er vroeg uit ging? Ik had natuurlijk al wat last van mijn hamstring. En nou ja, ik denk dat dat ook wel de reden is waarom ik er iets eerder uit ging. Ja. Dat was dan uit voorzorg? Ik denk het, ja. Oké, en vrijdag tegen Fortuna Sittard, ben je fit? Ja, ik ben gewoon fit om te spelen, dus ja, zeker. Heb je de wedstrijd van Fortuna Sittard van afgelopen maandag ook nog gezien? Nee, die heb ik niet kunnen zien. Die werd niet live uitgezonden volgens mij, of wel? Nee, volgens mij was het lastig, maar misschien beelden of iets dergelijks. Weet je wat je kan verwachten tegen Fortuna? Ja, ik heb toevallig ook met Fleetwood nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen hun. Dus je weet natuurlijk van de vorige jaren wat je wel kan verwachten, ja. En waar moeten jullie rekening mee houden? Nou, ik denk niet dat wij ergens rekening mee hoeven te houden. Ik denk dat we meer rekening met ons moeten houden. Dus gewoon als jullie zo voetballen als vrijdag, dan moet het goed komen. Ja, dan hoor je die tegenstander gewoon op, denk ik. Dat is ook het doel? Zeker, natuurlijk is dat is altijd het doel, toch? En dan heb je direct een hele drukke week erachteraan met een bekerwedstrijd. Is dat lekker als je nieuw bent bij een club om direct maar heel veel wedstrijden achter elkaar te hebben? Zeker. Het is altijd lekker om wedstrijden te spelen natuurlijk. Beter wedstrijden spelen dan nog meer trainen. En wil je ze ook allemaal spelen? Of heb je al een idee van wat de trainer bijvoorbeeld wil met deze bekerwedstrijden? Nou ja, ik wil zoveel mogelijk spelen natuurlijk. Ik heb, dat is wat ik net zeg, lange tijd geleden dat ik veel minuten maak. Dus nou ja, ik wil het liefst gewoon alles spelen, ja. En zoveel mogelijk scoren. Precies. Ja. Succes daarmee. Dankjewel.